Ik ben hier bij woonzorgcomplex Westerhaven in Horen en ik ga praten met meneer Van der Pol. Ja, hij is de opa van Floris en Floris die heeft een handdraaiorgel van zijn opa gekregen dat hij zelf ooit bouwde. Ja, het is ruim 30 jaar oud het orgeltje, maar ja, meneer Van der Pol kan er zelf niet meer op spelen. Dus gaf hij het aan zijn kleinzoon. Waarom gaf hij het aan zijn kleinzoon en hoe is hij ooit ertoe gekomen om zelf een orgeltje te bouwen? Ik ga dus praten met meneer Van der Pol en zijn kleinzoon Floris. Ik ga er af en toe mee de stad in. Dan komen de mensen op aflopen en die zeggen van dat ze het heel leuk vinden en of ik vaker wil komen op straat, want het wordt een beetje opgevrolijkt allemaal, het is ook stil op straat. En zoveel draaiorgels zijn er niet meer, dus ja, heel veel mensen vinden het prachtig. En dan zeg ik, ja, dan moet je bij mijn opa wezen, want die heeft me gemaakt. Hij staat nog steeds strak in de lak, dus... Als klein kind had hij een cd'tje. Naast zijn bed tijdens het inslapen moest dat draaien. Ja, als klein, ja. Dan had ik een cd van het orgel en die deed ik dan aan. Dan viel ik daarmee in slaap vroeger, ja, dat ik klein was. Ja. Ik vond het zo leuk, zo'n klein orgeltje. En kopen, ja, dat was wel eens te duur voor. Dus dat maak ik er zelf een. En toen ben ik een cursus gaan volgen bij Johan de Vries. De Vries. Die gaf in Utrecht, één keer in dezelfde maand, vertelde die, nou ja, als je problemen had of... Er werd niks gedaan, maar hij werd alleen verteld. En hij had zijn eigen orgeltje mee, dus toen kon hij het laten zien. Nou, daar ging ik af en toe heen. Bij Weer de Frieders, daar werkte ik. En dan ging ik naar de werkplaats en dan ging ik met het orgel aan de gang. Had u een hele handige achtergrond of zo? Dat u dacht, ik kan dat zelf wel in elkaar zetten? Nee. Nee, maar ik wist dat ik geduld had. Nou, maar daar stond de gereedschap, de cirkelzagen en de lintzagen en alles was er. Dus het grove werk heb ik op school gedaan. En de rest thuis. Had u altijd zelf al orgelmuziek geluisterd of zo? Of, Nee. Ik kwam zo maar op. Of ook dat u heel muzikaal bent misschien, dat u met muziek altijd bezig bent. Nee, ook niet. U wel in een koor gezeten? Ja, ik zong wel in een koor, in verschillende koren. Maar dan is het toch, ik vind het toch grappig dat u dan denkt, oh, dan ga ik een orgel bouwen. Ja. Dat zomaar ineens dacht ja. U dat. Ja. En toen dacht u ook op een gegeven moment, ik ga hem doorgeven aan mijn kleinzoon. Nou ja, ik kan niet meer, want ik heb een herseninfarct gehad. Dus deze hele kant is lam. Dus ik heb het nu eigenlijk van hem overgenomen. Dus met veel plezier. En ik was er van kleins af aan al helemaal gek van het orgel. Hij moest op een stoel staan om daar aan die... Ja, vanaf mijn vierde draaide ik al aan het orgel helemaal. Ik denk dat ik een jaar of vier was dat ik voor de eerste keer mocht draaien. Toen was ik om. En toen ben ik altijd helemaal gek geweest van dat ding. En zo is het eigenlijk gewoon gekomen dat de opa heb gezegd van... Nou, ik heb de opvolger gevonden. Ja. Wat is het eigenlijk dat je zo mooi vindt aan het instrument? De techniek die wat erin zit, het geluid wat het maakt. En ja, het is gewoon, je wordt er gewoon vrolijk van. Het is gewoon, ik vind het gewoon leuk. Ik hou ervan. Was het lastig om hem in elkaar te zetten eigenlijk? Nou ja, voor mij niet. Oh. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk was.
Ja, want er zitten 36 van die pijpen, zo deze dan, die je kunt zien. Maar er zitten zulke kraantjes in. Maar er zitten er ook in, die verlopen van daar naar hier en nog naar achter ook. Dus. Ja. En die zijn zo dik. Dus een boek en er zitten allemaal gaatjes in. Ja. En hier zitten de toetsen en iedere keer als er dus een gaatje komt, dan gaat die toets omhoog en die drukt op een knopje. En hier zitten de toetsen. Als er dus een boek op zit, gaan ze allemaal omhoog. En als er een gaatje komt, gaat er een van die toetsen naar beneden en dan wordt er dus gespeeld eigenlijk. Net als een piano, zo kan je het vergelijken. En die blaast dan hier lucht in de buisjes? Ja. En dan gaat er onder de pijp gaat een pistonnetje omhoog en dat maakt de pijp open. Gaat er, dan komt er lucht bij van de blaasbalg en dan komt er lucht uit de pijp, zeg maar. En het ontwerp, heeft u dat ook, hoe heeft u dat eigenlijk? Ik had er een boekje bij. Oh. Een boekje en dus alleen het binnenwerk dan. Die buitenkant moest ik zo bedenken. En hoe heeft u dat bedacht eigenlijk? Nou ja, ik liep in Thailand. En daar heb ik die poppen gekocht. Al met het idee, die kan ik daar wel neerzetten. Nou, want dit, natuurlijk, dat heb ik van oude Koninginnedag, van gewoon oude spiegels. Dat heeft mijn zoon gedaan. Die schilder. Ik was 40, kwam ik in Oren wonen. Ik ben in Grotebroek geboren. Wat dat betreft ben ik wel Orinees hoor, want daar weet ik helemaal niks meer van. En dat wilde ik erop hebben, iets van Oren. Ja. Ja, binnen moest ik me natuurlijk aan de instructies houden. En aan die pijpen zo breed en zo lang, want dat was ook op de tiende millimeter na natuurlijk. En hier kon ik zelf mijn lusten in botvieren aan de voorkant. Het is voor jonge gozer zoals jij misschien niet gewoon om zoiets nee, te hebben. Nee, nou ja, er zijn wel meer van jongens die ervan houden. Er zijn er meer van. En ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik ben ermee opgegroeid, dus ik was er altijd gek van het orgeltje. Mijn andere kleinzoon die zou er niet meer op de straat gaan staan. Ik kom hier ook zo af en toe in de eetzaal. Dan ga ik ook draaien voor de mensen die dan... hebben ze een vrijdagmiddagborrel en dan kom ik draaien met het orgel. En dan, kan opa ook gelijk weer even zijn orgeltje horen en zien en dat is ook hartstikke leuk. En dan bent u wel trots dat uw kleinzoon hier staat, Niek? Nou, dat weet ik niet. Oh. Nee, niet bijzonder trots? Niet nee, ik vind, vind het gewoon leuk. Ja. Dan hoor ik hem ook weer eens. Ja, precies. Want er zit ook wel een mooie klank in. En dat komt, en dat hebben ze ook wel gezien, om die een paar weken terug is hij op zo'n reunie geweest. Hè? Wat was het? Een draaiorgeldag. In Haarlem. Hij had allemaal een andere klank, scherper. Ja. En voordat ik hem ging maken, vond ik het ook al scherp. Ik denk dat moet anders kunnen. En toen heb ik een ander hout genomen voor die pijpen. En daarom klinkt het wat zachter. En niet zo hard. Ja, ik vind het mooier. Ja, ik ook. Ja.